Je hebt het misschien vannacht al gemerkt of onderweg naar school. Het heeft flink gestormd. De storm heeft de naam Dudley gekregen en hij trok vanaf de kust over het land. Op meerdere plekken is er flinke schade. In Duiven, in Gelderland, waaide een stuk dak weg. Het dak waaide tegen een agent aan en die raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Groningen kwamen delen van een gebouw met appartementen naar beneden. De voorgevel van een huis in Hengelo kwam op een auto terecht. En in Glanerburg waaide een boom om, bovenop een geparkeerde auto. Op nog veel meer plekken in het land zijn bomen omgewaaid. De brandweer is er druk mee om ze weg te halen. Bij Oude Haske in Friesland is een hoogspanningskabel geknapt en op de weg terechtgekomen. Er zat geen stroom meer in toen de kabel brak, dus niemand kreeg een schok. En deze twee schapen uit Biezenmortel liepen over het spoor. Het hek van de kinderboerderij waar ze wonen was opengewaaid en het was niet makkelijk om ze weer te vangen. Maar uiteindelijk lukte het om ze weer naar de boerderij te lokken. Een boel stormschade dus, maar op sommige plekken was er ook juist stormpret, zoals in Wijk aan Zee. Daar maakte de wind het kitesurfen extra spannend. Ja, nou ja, het is gewoon, ja, ik vind, het geeft een heerlijk gevoel als je in de lucht bent. Je kijkt naar beneden en ja, je hebt gewoon het gevoel alsof je bovenaan de wereld staat. Vrijdagmiddag wordt er weer een storm verwacht, die heet Younis. En dat kan nog wat heftiger worden dan vandaag, zeggen weerdeskundigen. Dus dan is er misschien ook nog wel wat meer schade.